Goedemiddag. Vroeger, dames en heren, voelde ik... Hey. Vroeger voelde ik me altijd erg schuldig als ik te laat kwam. Dat voel ik nog steeds. Maar ik heb inmiddels geleerd dat de mensen het veel gezelliger vinden met elkaar te praten dan naar mijn speeches te luisteren. Dus ik voel me wat minder schuldig. Maar ik vind het heel vervelend om te laat te komen. We leven eenmaal in het westen van Europa, waar alles precies op tijd, behalve de NS natuurlijk, maar voor de rest, alles is altijd precies op tijd. Dames en heren, mijn eerste vraag is, hoe willen jullie de lezing doen? Willen jullie midden in vragen stellen? Dat verlevendigt het geheel. Maar mijn ervaring is ook dat het wel het overzicht over wat er geboden wordt een beetje wil vertroebelen. Mijn vraag aan jullie is, wat vinden jullie het leukst? Meneer De Vreugd zegt, nee, niet doen, gewoon doorpraten. Hou het publiek maar, you know, onder bedwang. Hij praat gewoon door en er is na afloop alle gelegenheid om vragen. Ik zeg dat vooral ook omdat het lastig is voor de kijkers en de luisteraars thuis om het dan nog te volgen als er zo'n heen en weer is. Ja, ik begrijp het. Op televisie mag je ook niks zeggen. Dus, Ja, we lezen in de Parshiot, in de afdeling uit de Torah van de afgelopen weken en de komende weken, over de bouw van een tabernakel. Een heiligdom midden in de woestijn, stelt u zich voor, u bent net uit Egypte getrokken, u was 210 jaar slaaf. En uiteindelijk krijgt u zes weken na de uittocht uit Egypte, krijgt u de Torah. En meteen daarna wordt de opdracht gegeven om een heiligdom te bouwen. En de grote vraag is, ja, melo chol haaretz kvodo, oftewel, de hele wereld is toch gevuld met Gods glorie. Waarom is het nodig om daar weer een speciaal heiligdom te maken in de woestijn op reis? Ik weet niet of het ooit is opgevallen. Maar in de Torah zijn we alleen maar op reis. We hebben het heilige land in de Torah in ieder geval niet bereikt. De vijf boeken Mozes eindigen aan de grens van het Joodse land en niet in het Joodse land. Pas in Joshua komen we in Israël aan. Maar we zijn in de Torah doorlopend op reis. En een groot deel van de Joodse geschiedenis is op reis. We zijn ergens naartoe. Helaas bereiken we het doel nog steeds niet echt. En dit is een kleine inleiding op de vraag waarom er een heiligdom nodig is. Allereerst, wat symboliseert het heiligdom? Als je goed kijkt in de Midrashim, in de achtergrondverklaringen van de Torah, dan ziet u dat er heel veel parallellen worden getrokken in die Midrash, in die achtergrondverklaring, tussen de bouw van dat heiligdom en een mens. Alle onderdelen, zoals de heilige arken, worden vergeleken met organen van de mens. De heilige arken wordt vergeleken met het hart, de cherubijnen met de longen. Een beetje die vleugels van de cherubijnen lijken een klein beetje op de longen rond het hart. En zo wordt alles in de tabernakel vergeleken met de huid van de mens, de ogen, de ruggengraat, etc. Op alle mogelijke manieren wordt er eigenlijk duidelijk gemaakt dat het heiligdom eigenlijk de mens is. Waarom is het heiligdom de mens? Omdat de mens uiteindelijk is wel een zak vol benen en vlees, maar uiteindelijk gaat het om onze ziel. En onze ziel rust op een aards fundament, ons lichaam. En dat ziel, en die ziel, daar gaat het om, dat is een deel van de goddelijkheid. Een gelek eloka mimaal, een deel van God. En dat is de heiligheid van de mens en het speciale karakter van de mens, wat hij meer heeft dan de dieren, dat hij verheven is boven de aardse materie. Dat hij dat kan ontstijgen, dat hij in contact kon komen met God. Dat zijn onze speciale karakteristieken. En dat is eigenlijk doodgewoon wat dat heiligdom duidelijk wil maken. Dat er contact kan zijn tussen God en de mens, tussen aards en bovenaards, tussen spiritueel en materieel. Die connectie wordt gelegd in dat Mikdash of Mishkan, zoals wij dat noemen, dat heiligdom. En dat is ook meteen de invulling van het heiligdom. Want wat maakt het heiligdom nou zo heilig? Het heiligdom is doodgewoon een aards fundament geïnfuseerd door het goddelijke. Dat is de betekenis van dat reizende heiligdom. Want het allereerste heiligdom dat we gekend hebben, voordat we de vaste tempel in Jeruzalem hadden, was een reizend, een bewegend heiligdom wat overal met ons meeging. En in feite is dat een symbool nogmaals van de mens die de hele wereld moet doorreizen om die wereld heilig te maken, tot een hoger plan te verheffen en daar het koninkrijk Gods op aarde te doen vestigen. Dat is overigens, by the way, ook een van de redenen waarom het Jodendom, de Joden in Galut, in de ballingschap zijn en die diaspora zijn, om als het ware die heiligheid ook over de wereld te verspreiden, het monotheïsme van de Torah te verspreiden. Monotheïsme is een groot goed. Ik heb het nog steeds over de eerste
dia. Waarom is het monotheïsme? Ik heb het hier al vaker verteld. Henk Vreekamp kent mijn speeches en zijn vrouw natuurlijk. Kende mijn speeches allang, dus ik kende mijn thema's. Dus elke keer weer nieuw zal hij natuurlijk zeggen. Ja, dankjewel, dankjewel Henk. Heel sympathiek. Elke keer weer nieuw. Maar het is wel even belangrijk om te weten, wat is dat monotheïsme en waarom is dat zo vreselijk belangrijk? Want daar gaat het inhoudelijk nu eigenlijk over in dat heiligdom. We geloven in één God en we geloven in de verenigende kracht van die ene God. Met andere woorden, ik zeg altijd, wetenschap is gebaseerd op eenheid van God. Wetenschap doet niets anders dan, heeft u enig idee wat de wetenschap doet in de wereld? Wetenschap probeert overal correlaties, overal verbanden tussen te vinden. Dus als ik een pilletje neem, wanneer is dat goed voor dit orgaan, voor dat orgaan, voor die ziekte, voor die calamiteit? Wanneer werkt iets? Wanneer zijn er verbanden? Hoe liggen die verbanden? Hoe liggen die kwantitatief, kwalitatief? En dat is eigenlijk de correlaties en dat zijn al die formules. Ik heb een vriend gehad die had promoveerde een keer op iets economisch. Nou, ik begreep er dus echt helemaal niets van. Maar niet alleen dat, zijn hele proefschrift bestond uit één lange formule. Dus het was allemaal gelijkstellingen, allemaal dingen die met elkaar in verband bleken te bestaan. En dat is eigenlijk de bedoeling van de wetenschap. We zeggen, Reshit Chochma Yirat Elohim, het begin van wetenschap, van wijsheid, is God zien. DWZ, de wijsheid, de wetenschap, ziet die eenheid en probeert die eenheid te kwantificeren en te kwalificeren. Duidelijk te maken hoe die eenheid achter die veelheid, want deze wereld bestaat een ongelofelijke hoeveelheid dingen. Alleen op deze zaal, als u alle neutronen, protonen en elektronen in deze zaal zou optellen, komt u op een oneindig aantal onderdeeltjes. En al die onderdeeltjes, ook weer een uiting overigens van Gods oneindigheid, worden bijeengehouden door de eenheidskracht van God. En dat is eigenlijk een beetje de simpele vertaling van het begrip monotheïsme. We geloven in één God die vanuit één punt als het ware de wereld heeft geschapen. We zien dat ook en we zeggen in Proverbia, heet dat zo in het Nederlands, weet dat ook weer? Spreuken. We zeggen in de spreuken dat de mens is een olam katan, de mens is een kleine wereld. En je ziet dat eigenlijk ook in jezelf. Het lichaam bestaat uit een ontelbaar aantal kleine onderdeeltjes. En al die onderdeeltjes worden bij elkaar gehouden door die ene ziel. Zodra die ziel uit het lichaam vertrekt, en we zien de ziel dus als een stukje goddelijkheid. Zodra die ziel uit het lichaam vertrekt, ontbindt het hele lichaam. Voor alle onderdeeltjes vallen totaal uit elkaar, ontbinden en verliezen elk onderling contact en elke onderlinge relatie. En dat is die kracht van de eenheid van God. Het Jodendom, of de Torah eigenlijk, is één grote strijd tegen afgoderij, tegen Abodah Zarah in het Hebreeuws. Wat betekent dat, afgoderij, dat je voor elk gebeurtenisje, elke zaak, elke plaats, elke tempel, elke boom een god hebt. En die verdeeldheid die is de sterkste tegenstrijdigheid met de eenheid van God. Dus als we die eenheid van God niet zien, zijn we echt afgodendienaren. En dat is eigenlijk het ergste wat er kan bestaan in de Torah. De Torah bestaat eigenlijk uit twee rode lijnen. De eerste lijn is de strijd tegen de afgoderij. De tweede lijn is de belofte van het land Israël. Zo zie ik het. Het kan zijn dat u dat er niet mee eens bent, maar dat zijn volgens mij in de vijf boeken Mozes in ieder geval de belangrijkste lijnen. We gaan terug naar ons onderwerp. Waarom is het nodig om een heiligdom te maken? De wereld is toch vol gevuld met Gods glorie. Dat klopt. We hebben alleen dat heiligdom niet meer. Dat is waar eenmaal, zeggen ze in goed Duits. We hebben dat niet meer tegenwoordig, dat heiligdom. En ook de tempel in Jeruzalem is niet meer van ons. Daarvoor in de plaats is als het ware gekomen de shul, de synagoge, de kleine heiligdommen die we overal hebben meegenomen. En waar wij de belangrijkste onderwerpen van het Jodendom doen, namelijk bidden, davenen en leren, het Torah bestuderen. De eerste vraag die ons bezighoudt is, ja, wat doet die shul? Een shul is een mikdash mat, een klein heiligdom, tegelijk en een klein beetje met die tabernakel. U heeft in de tabernakel ongetwijfeld gezien en gelezen dat het allerheiligste gevuld was met een Aron HaKodesh, met een heilige arke. In die heilige arke lag daar de stenen tafelen, de tweede set hele stenen tafelen, niet de gebroken stenen tafelen, die lagen een aparte heilige erken, maar niet centraal in het heiligdom. De hele stenen tafelen, plus de Torahrol van Moshe. En dat allerheiligste had vrij passief, er gebeurde bijna niets. Er gebeurde het hele jaar
helemaal niets. Alleen op Yom Kippur, op de grote verzoendag, kwam de hoge priester daar binnen en bracht daar wat rookwerk. En dat zien we uiteindelijk, dat de essentie van onze religie is Torah. De Torah staat daar soort centraal, maar het is eigenlijk de stille Torah. Je hebt rabbijnen die veel naar buiten treden, over aan de kant komen. Dat zijn de uiterlijkheden van het Jodendom. Maar je hebt ook de innerlijkheid van het Jodendom. En als jij mij vraagt, wat is nou eigenlijk de essentie van de Torah, dan is dat die stille Torah zoals die daar in het Allerheiligste ligt. Dat zijn de stille rabbijnen die je nooit hoort, die je nooit ziet, die altijd zitten te leren, die altijd bezig zijn met het Jodendom en met het verspreiden van het Jodendom, maar op heel, heel bescheiden basis en niet naar buiten willen treden. Dat is de essentie van het Jodendom, dat is het Allerheiligste waar wij dat heiligdom ook in onze synagogen mee vullen. Want het Allerheiligste in de synagoge is de Aron HaKodesh, de Heilige Arken zoals we dat noemen, waar de Torah in ligt, of waar verschillende sifrei Torah, waar verschillende Torahrollen in liggen. Maar de hoofdvraag is nog steeds niet beantwoord. Als het waar is dat God de wereld vult, waarom hebben we dan toch een heiligdom? Het heiligdom heb ik dus een beetje proberen aan te tonen, dat het ook een klein beetje in onze kleine heiligdommen meegenomen wordt. Het is natuurlijk allemaal een verzwakte vorm van, maar toch zijn die plaatsen waar we ons even concentreren op het niet-alledaagse, op het heilige, op het hogere, op het essentiële van het leven, zijn natuurlijk wel heel belangrijke ankerpunten. De eerste, ik hoop dat het goed is, die zich hier althans duidelijk in heeft uitgedrukt, is Rabbi Aaron Halevi, de auteur van Sefer HaGinuch, het boek van de opvoeding. Hij heeft daar een boek geschreven voor kinderen, waarmee hij de kinderen een klein beetje bekend wilde maken met het Jodendom. En hij stelt, heel anders dan we hier in het Westen denken, als ik u vraag, wat is de essentie van een persoon? Zijn gevoel, zijn gedachten of wat hij doet? Wat zou uw antwoord zijn? Wat zou u antwoorden? Ja, niet spieken hier, hè? Dat is... Wat zou u antwoorden? Nou, Reb Aaron Halevi zegt dat het karakter van de mens wordt gevormd door dat wat hij doet. We hebben in de psychologie, zoals u weet, een bekende theorie van de onmogelijke dissonantie. Dat wil zeggen dat het voor mensen eigenlijk heel moeilijk is om A, te denken en te voelen en B, te doen. Meestal proberen we dat, bewust of onbewust, met elkaar te harmoniseren. En wat blijkt nou? Dat wat we doen uiteindelijk het belangrijkste is, ook in de moderne psychologie. Dat wat we doen is het belangrijkste en we proberen onze visies op het leven, onze filosofie, onze gevoelens, daarmee in overeenstemming te brengen. Dat blijkt de belangrijkste richtlijn te zijn. En de mens wordt gevormd, zegt Rabbi Aaron Halevi, door datgene wat hij doet. Door dat wat je doet, ga je voelen. Dat wat je doet, dat wordt uiteindelijk het ankerpunt van je uiteindelijke karakter. Het karakter wordt gevormd en geraakt door waarmee je bezig bent. Als je bezig bent met onheilige dingen, heb je onheilige gevoelens. Als je bezig bent met heilige dingen, wordt je gevoel daarop aangepast. En betekent dat in feite dat het karakter, zoals ik hier als je kan lezen hier, wordt gevormd en raakt gewend aan het goddelijke in de wereld. En het opdracht tot het maken van dat heiligdom was een liefdedaad van God. Want via deze centrale plaats van Kedusha, van heiligheid, werd het mogelijk om zich op een relatief eenvoudige manier, via de daad dus, met dat goddelijke te verbinden. Sefer HaGinuch, dat is dat boek van de opvoeding, stelt dus dat pas in de daadkracht het Jodendom duidelijk relief krijgt. Dat is overigens wel een keiharde stelling en ook een juiste weergave van het Jodendom. Het Jodendom concentreert zich voornamelijk op het doen, niet zozeer op het geloven. Sola fide, uiteraard moet je geloven, anders hou je het Jodendom sowieso niet vol. Maar je moet geloven, je moet voelen, maar het doen is uiteindelijk het belangrijkste. Als je definitie wil hebben van een orthodoxe Jood, dan is het hij die de voorschriften uitvoert. Hij die de dingen doet zoals ze gedaan moeten worden. Zoals u weet stonden, en we krijgen dat zo meteen nog, in het Allerheiligste, behalve die arken, de heilige arken, stond er ook nog een deksel met daarop de cherubijnen. De grote vraag die natuurlijk iedereen stelt is, hoe kan dat nou zijn? We mogen geen Elohe Zahav, Elohe Gesef, gouden en zilveren beelden maken. En het was uiteindelijk toch een gouden beeld. Ook al waren dat cherubijnen, ook al waren dat engelen. Dat zeker een diepere betekenis. Maar de vraag is natuurlijk, hoe is het mogelijk
om toch een beeld te hebben in het Allerheiligste. Dat is best heel moeilijk te begrijpen. Ik kan het ook niet echt beantwoorden. Ik zal het u alleen proberen te beantwoorden. De Joden maakten in de woestijn een geweldige fout. Maar die fout was niet zo dom als die in eerste instantie lijkt. Ze leerden eerst, zoals Sefer HaGinuchi schrijft, dat het toch mogelijk is om dat goddelijk op een aardse structuur, op een aards fundament te doen rusten. En ze meenden dat ze dat zelf ook konden verzinnen. En ze leidden af uit die cherubijnen dat het mogelijk is om een gouden kalf dan te maken waarop de goddelijkheid zou rusten. Het was een grote denkfout. En de grootste denkfout bestond hem hierin dat ze meenden dat ze dat zelf konden maken. Het is een bekend gegeven in de religie dat wij God alleen maar kunnen kennen door God zelf. Als wij zelf onze gedachten, onze wensen, onze wenselijkheden gaan projecteren op een oneindig wezen zoals het opperwezen, dan wordt het puur projectie. Oftewel, we projecteren onze eigen gedachten, onze eigen wensen, onze eigen voorstellingen, onze eigen lusten zelfs. Want daar waren bijvoorbeeld de Grieken geweldig in. Bij het creëren van een godenwereld hebben ze natuurlijk alle menselijke passies hebben ze geprojecteerd op die goden. En die goden die waren jaloers en die gingen vreemd. En alle menselijke dingen waren de Griekse goden niet vreemd. En op die manier ga je goed de mist in. En dat was de fout van de Joden in de woestijn, vlak nadat ze de Torah hadden gegeven. God beter het. Dat was onbegrijpelijk natuurlijk. Maar net desondanks was het niet helemaal uit hun duim gezogen. Ze zagen dat er in het Allerheiligste iets bestond als een vorm, een engelenvorm, die op een of andere manier de basis vormde voor de Shekhinah, voor het rusten van de goddelijke aanwezigheid op die Allerheiligste arken. Ik neem u even mee naar de spirituele daling van, hij doet het niet, heren. Ja, van de Italiaanse verklaarder Sforno, bekende Italiaanse geleerde. Hij zei overigens, naar aanleiding, even een heel ander onderwerp, naar aanleiding van het Shemitah-jaar, het sabbatical year, het zevende jaar wat wij moeten houden in Israël, zegt hij, nou, dit alleen al laat zien hoe geweldig krachtig het Joodse land is. Hier in Italië moeten we eens in de 2 of 3 jaar moeten we de landen laten braak liggen. En in Israël is het maar 1 keer in de 7 jaar nodig. Dus dat vond hij al geweldig. Maar even terzijde. Deze Italiaanse verklaarder die in het eind van de 15e, begin 16e eeuw leefde, die geeft een historisch verband aan waarom wij nou zo'n tabernakel moesten hebben. Waarom werd het pas gegeven? Het werd pas gegeven na het gouden kalf. Kijk, je moet eens niet vergeten, de Joden net de Torah gekregen, pure monotheïsme meegemaakt, totaal geconfronteerd met het goddelijk in de wereld. En na een korte tijd, na 40 dagen, vervallen ze alweer tot afgoderij. Dat was natuurlijk een drama. En ik lees even met u mee, lees er even mee hier. De bouw, derde regel, naar het midden. De bouw van de tabernakel als voorloper van onze tegenwoordige synagoge was een opdracht aan het Joodse volk om te tonen dat die zonde van het gouden kalf vergeven was. Tot die tijd was het inderdaad mogelijk om op elke plaats in relatie te treden met het goddelijke. Iedereen kon overal een altaar bouwen en offeren. Dat er nu een centrale plaats moest komen als heiligdom was in feite een spirituele daling, want nu werd een centrale plaats nodig. Het moest gecontroleerd worden, het moest geconcentreerd worden en moesten de priesters, de Kohanim, als bemiddelaars optreden bij het brengen van die offers, hetgeen tot die tijd door de vertegenwoordigers van het Joods volk, dus de eerstgeborenen, gedaan kon worden. Nu werd het gespecialiseerd. God zag, ze zijn nog niet op het niveau om inderdaad zo puur monotheïstisch bezig te zijn. Ze vervallen al te makkelijk tot afgoderij, zegt Sforno, die Italiaanse verklaarder. En het is eigenlijk dus een soort noodgreep. Klein beetje zoals Maimonides altijd zegt, het brengen van de offers, zegt hij, was eigenlijk om de Joden los te weken van die Egyptische afgodendienst. Daar werden ook offers gebracht. Deze afgodendienst richtte God nu op zichzelf, niet op de afgoden. Dat was zeker een niveau hoger, duidelijk. Maar desondanks was dat een beetje toegeven, tegemoetkomen, om het zo maar te zeggen, aan de zondeval die wij mede hebben gemaakt met dat gouden kalf. Lees even mee naar de volgende. Herstel. Volgens Maimonides, grote geleerde uit Egypte overigens,
waren de bouw van een heiligdom en offerdienst daarin nodig, omdat de Joden dit zo voor zich hadden gezien in Egypte. En op die manier werden ze langzamerhand losgeweekt van de afgodendienst. In andere woorden, je zou het in moderne termen noemen, sublimatie. Dat wil zeggen, je hebt een slechte neiging, die slechte neiging kennen wij, maar je probeert hem toch door hem te kanaliseren, te sublimeren. Dus die slechte neiging probeer je een beetje in toom te houden en langzamerhand op hogere doelen te richten. We zien de slechte neiging, voor zover dat een juiste term is, maar de gedrevenheid tot minder fraaie dingen, zien we als een enorme energiebron. Die heeft ook veel energie, die doet ook veel. Maar uiteindelijk is zijn doel over het algemeen niet zo geweldig. Het is meestal lustbevrediging, passiebevrediging, weinig gericht op hogere dingen. En de bedoeling van het hele leven is nu eigenlijk, en daarom is deze idee van Maimonides en van de Sforno zeer best te begrijpen. Het hele leven bestaat nu eenmaal uit slechte aandriften, jaloezie, afgunst. Dat kun je allemaal kanaliseren, dat kun je allemaal een goede richting geven. Het is een hele hoop energie, maar het is een beetje kwalijke energie. En die kwalijke energie moet je proberen op hogere doelen, op het goddelijke in de wereld te richten. En dan gaat het. Je moet losweken die energie van de kwade gebondenheid en dan proberen te gebruiken, te richten op betere dingen. En dat is het idee van van het herstel van Maimonides. Dat inderdaad, juist met het gouden kalf, en misschien ook al eerder, werd duidelijk dat we dat hoge niveau niet konden halen. En we moesten weer even terug naar de basis, weer even terug naar die offerdienst en langzamerhand die richting van God op, om los te weken van de afgoderij. Dit is de mening van Maimonides. Heel praktisch toepasbaar ook in de psychologie natuurlijk, want de meeste psychotherapie bestaat uit het opsporen van alle driften en die langzamerhand een beetje sociaal acceptabel en misschien zelfs religieus acceptabel maken. En ik heb dat meegemaakt in de praktijk. Ik ben een tijd lang psycholoog geweest. Ik heb het een half jaar volgehouden, maar ik vond het uiteindelijk helemaal niks voor mij. Goed, de volgende is Nachmanides. Het woordje Ides, de uitgang Ides, betekent zoon van. Onthoud het even, dat wist ik ook niet. Maar op die manier kun je het veel makkelijker allemaal begrijpen. Maimonides betekent de zoon van Maimon. Nachmanides betekent de zoon van Nachman. Dat is gewoon een Hebreeuwse voornaam. Even kijken of jullie het begrepen hebben. Gersonides is dus de zoon van Gerson. Gershom, ja, heel goed. Nou, je hebt het begrepen. Even een kleine test altijd, of jullie er nog bij zijn. Hè? Begrijp je? Nachmanides. Ramban wordt hier. Maimonides wordt altijd als Rambam afgekort. In het Nederlands is dat een beetje lacherig. Hè? De Rambam krijgt de Rambam. Maar de Rambam is Maimonides en Nachmanides wordt Ramban met een N genoemd. En hij leefde einde 12e, begin. Nee, bijna de hele 13e eeuw. En hij ziet in de bouw van de heiligdom een herstel van de vroegere ideale toestand. Hij stelt dus in feite dat het heiligdom een soort verplaatsbaar Gan Eden is. Gan Eden is het paradijs. In het paradijs was de aardse omstandigheid die we nu hebben, het aardse leven, stond op een veel hoger plan. Het lichaam was bijna geen beletsel voor de godsdienst. Ik weet niet hoe jullie het ervaren, maar ik ervaar het lichaam als behoorlijk irritant. En het houdt de werkelijke religieuze beleving behoorlijk tegen. Je moet elke dag weer slapen. Ik weet niet hoe lang jullie slapen. Ik moet al 6, 7, 8 uur per dag zit ik te slapen. Er is helemaal niks te doen eigenlijk, in religieuze zin. Daarna moet je weer onder de douche en weer je tanden poetsen. Allemaal aardse repetities, elke keer weer hetzelfde, die weinig bijdragen aan mijn religieuze beleving. Dus ik vind het lichaam een behoorlijke irritant obstakel in de dagelijkse bezigheden. Maar goed, dat is zo gegeven. Het is dus kennelijk nodig. Kijk, de grote vraag is natuurlijk, waarom heeft God deze aarde zo aards geschapen? Waarom is het allemaal zo materieel? Waarom kan dat niet een beetje meer spiritueel? Waarom is het allemaal materie, allemaal tastbaar, grof? Het heeft weinig, de aardse realiteit heeft weinig verheffende betekenis. Het inspireert je niet erg. Misschien jullie wel, maar sommige bossen hier in de buurt van Amersfoort is natuurlijk wel prachtig. Dat geef ik eerlijk toe. Maar de wereld is behoorlijk irritant, veel te materieel. En waarom is hij zo aard? Ik heb jullie wel eens proberen uit te leggen, maar dat is alweer 10 jaar geleden.
dat de aardse realiteit uiteindelijk nodig is om twee tegenstrijdige dingen met elkaar te verenigen. Wat in de rijk van de geest niet bestaat. In de rijk van de geest kun je positief, negatief, mannelijk, vrouwelijk, goed, kwaad. Al die tegenstellingen die we kennen liggen mijlenver uit elkaar en kunnen nooit verenigd worden. Alleen in de aardse realiteit kan dat wel. Dat is de kracht van Jeruzalem. We noemen het in het Hebreeuws Irsche Gubraya Layagdaf, een stad waar alle krachten verenigd zijn. Dat zie je dus ook, hè? Ook tegenwoordig. Enorme tegenstellingen in één stad. Het is bijna nooit anders geweest dan in Jeruzalem. Ook het beste voorbeeld van die geweldige tegenstellingen tussen goed en kwaad, tussen positief en negatief, tussen geven en nemen, is de mens zelf. De mens zelf verenigt in zich, ik weet niet of jullie het zo voelen, maar ik voel het in ieder geval wel zo, verenigt in zich in enorme tegenkrachten. Je hebt de goede neiging, de slechte neiging, je wil het goddelijke volgen, maar je wordt naar het aardse getrokken en dat moet je allemaal maar in jezelf zien te harmoniseren. Dat is een enorm probleem. Maar het interessante dus, de aardse materie is in staat om dus twee tegenstrijdigheden met elkaar te verenigen en te verheffen. Want uiteindelijk de bedoeling van ons mens zijn is dat onze goddelijke ziel die aardse dierlijke ziel als het ware meeneemt en verheft, sublimeert, op een hoger plan brengt. En dat is de kracht van deze aardse realiteit, dat deze aardse realiteit de dingen kan verbinden wat in de wereld van de engelen bijvoorbeeld niet mogelijk is. Ik citeer u maar een midrash, een bekende midrash, die zegt, een achtergrondverklaring. En die zegt dus dat wanneer een engel twee opdrachten krijgt, dan splitst ze zich automatisch. Een engel kan het niet hebben, twee dingen tegelijkertijd. Is mono, kan maar één ding en meer kan hij niet. Een engel is gewoon een kracht eigenlijk. Hè? Het is niet altijd zo'n ding met vleugeltjes, maar het is gewoon zwaartekracht, dat ze nu erg mee bezig zijn geloof ik in deze wereld. De zwaartekracht is een vorm van een engel. Elektriciteit, het gashmal in het Hebreeuws. En dat betekent ook een engel die heel snel gaat. Alle krachten zijn engelen, als het ware. Zijn allemaal instrumenten in de hand van God om deze wereld te besturen. Engelen, dus die hogere geestelijke wereld zonder materie, kunnen dus die verbinding niet leggen. Als een engel twee opdrachten krijgt, splitst hij zich gewoon in twee eenheden. Als twee engelen één opdracht krijgen, worden ze gewoon één. Dat is die hogere wereld, waar dus nogmaals de combinatie van goed en kwaad niet samen kan bestaan in één body. Bij ons kan het wel. Het lichaam verenigt het goede en het kwade. En de bedoeling is natuurlijk daarvan dat het goede het kwade meeneemt. En niet omgekeerd dat het kwade het goede meeneemt. De bedoeling is natuurlijk dat het hogere domineert. En dat maakt de goddelijkheid van de mens. En dat is eigenlijk wat Nachmanides, de Ramban, bedoelt. Hij zegt, in dat heiligdom kon je uiteindelijk weer in contact komen met dat oneindige. Met het goddelijke in de wereld. Hoe zag je dat? Een typisch fysiek voorbeeld ervan was dat in dat allerheiligste je plaats niet kon meten. Dus als je ging meten van muur tot muur, dan mat je, ik weet niet, 10 meter. Maar de plaats van het allerheiligste, dus die Aron HaKodesh, die heilige arken, kon je niet meten. Daar was plaats en bovenplaats, en dat hangt samen met tijd en boventijd, werd langzamerhand één. Daar was die verbinding tussen deze wereld en de hogere wereld bijna voelbaar. Als je de Romeinse beschrijvingen van de priesters leest in Jeruzalem, dan schrijven ze ook dat het heel bijzondere mensen waren. Die Kohanim, de priesters, werden natuurlijk doorlopend geconfronteerd met het goddelijke in de tempel in Jeruzalem. En dat waren dus echt spirituele mensen. Dat waren hele verlichte geesten die door dat contact compleet vergeestelijkten langzamerhand. En dat is eigenlijk de bedoeling van zo'n heiligdom. Lees even mee met onze voorouders. Even kijken we. Nachmanides, hè? Ja, tweede regel. Einde. Met onze aartsvaders had God een direct contact. Geestelijk contact. In de Egyptische ballingschap verwaterde de relatie met het opperwezen. En door het bouwen van een tabernakel kwam men weer terug op het oude niveau van dat intense geestelijke contact met God. De functie van een synagoge is dus het herstellen, als een kleine afgeleider daarvan, is het herstellen van die oude ideale toestand van intense gebondenheid aan God. En deze gedachte speelt natuurlijk ook nog tegenwoordig, want door allerlei dagelijkse beslommeringen zijn we niet in staat om ons echt bezig te houden met het Jodendom of met religie in het algemeen. En
als we even naar de synagoge gaan. En ik merk gewoon, dat is een plaats waar je even kunt concentreren en even kunt afsluiten van de wereld. Als huis van gebed en leren. Geeft die band dan weer relief en herstelt de oude ideale toestand. Dit is de mening van Nachmanides, een van de allergrootste geleerden van ons volk. De volgende is Don Yitzchak Abarbanel. Abarbanel leeft in Spanje, was een zogenaamde hofjoede, een hofjood. Hij moest daar aanwezig zijn in het parlement. Maar hij heeft ook de 1492 gezien, dat is midden in zijn leven. 1492 heeft hij de grote exodus uit Spanje mee moeten maken. En hij was ook een grote verklaarder, een hele diepzinnige verklaarder meestal. En hij ziet in de tabernakel een soort microcosmos, een kleine wereld. De opstelling van het heiligdom had een symbolisch doel en was meer als het ware in de strijd met de Griekse opvattingen. Griekse opvatting is, en ik zeg altijd, dat komt voort uit een bepaald gevoel. Hè? Als je een bepaalde opvatting hebt, komt dat uiteindelijk komt dat voort uit een bepaald gevoel. Als je iets meent, als je iets denkt, dan is dat meestal ligt dat ergens in je onderbuik. De Griekse opvatting van relatie tussen God en de wereld is dat God heeft die wereld wel geschapen. Ik zeg een aantal Grieken, niet alle Grieken, alle Griekse filosofen. Ja, sommigen zeggen dat was oermaterie, maar een aantal zeggen nou, God heeft die wereld dan wel geschapen, maar eigenlijk een schop gegeven, om het even heel oneerbiedig te zeggen, en die wereld zijn gang laten gaan en laten draaien naar de natuurwetten. De relatie tussen God en de wereld is zwak. God bemoeit zich niet met de mensheid, dat gaat via de wetten die geschapen zijn, draait die wereld door. Er zijn een hoop wetten natuurlijk, er zijn fysieke wetten, natuurkundige wetten, chemische wetten, er zijn psychologische wetten, er zijn sociologische wetmatigheden. En die wereld draait via die wetmatigheden die God erin heeft aangebracht. De Griekse opvatting komt dus kennelijk een beetje voort naar mijn smaak. Dat is mijn psychologische interpretatie. Misschien is er een betere verklaring voor, maar ik denk dat het voortkomt dus uit een beetje het gevoel van we zijn los van God. Als je zo'n theorie huldigt, betekent dat uiteindelijk dat het ergens uit je binnenste vandaan komt. Wij zijn van mening dat God juist tussen de mensen woont. Juist tussen de mensen wil zitten, wil wonen. In het hart van de mensen wil wonen. En dat staat ook letterlijk in de Torah, hoofdstuk 25 van Exodus. Ik meen hoofdstuk 25 zin 11. Oeps. Nee, 25 zin 8. Daar staat waar Suli Mikdash v'shachanti betocham. Laat mijn heiligdom, sorry, maakt voor mij een heiligdom. En dan kan ik wonen in jullie. En de Midrash, de verklaring, de achtergrondverklaring zegt al dat het grammaticaal niet helemaal klopt. Eigenlijk had het moeten staan, maak mij een heiligdom zodat ik daarin kan wonen. Maar dat staat er niet. Zodat ik tussen jullie, of eigenlijk tussen hun, tussen de Joden kan wonen. Dat is het idee. Asuli Mikdash, maak mij een heiligdom, zegt God. Een van de standaardverklaarders Rashi, een bekende middeleeuwse verklaarder, die zegt al, ja, voor mij hoef je dat niet te doen. Hij verklaart het, hij zegt dus, dat voor mij betekent niet dat je voor mij een woning moet bouwen. Ik heb geen woning nodig, de wereld is gevuld met mijn heerlijkheid, ik heb geen woning nodig, maar maak lishmi, als het ware om mij een beetje te gedenken, een heiligdom in jullie midden. En dat heiligdom vertaalt hij als een plaats waar de heiligheid vanuit voortgaat. Dus niet als een woning van God. Het belangrijkste wat Rashi wil benadrukken is dat jullie niet moeten denken dat wij een woning van God gaan maken. Asuli Mikdash, ja, er zijn heel veel mensen die denken dat ze God in een kastje kunnen vangen en zo. Valt heel erg tegen, meestal zijn wij in God en niet God bij ons. Maar de Joodse opvatting is dus, anders dan de Griekse, dat wij dat Mikdash, die dat heiligdom gemaakt hebben, die tabernakel gemaakt hebben, om daarmee aan te tonen dat God tussen de mensen woont. DWZ, God is niet los van de wereld, niet los van de mensen. God is een intrinsiek onderdeel van de wereld. Als je echt in God gelooft, moet dat ook zo zijn. Kan ik niet anders zijn. Als je echt gelooft dat God elke molecuul geschapen heeft, dan zit hij ook in die elke molecuul. Dan is hij er al een intrinsiek onderdeel van, als het ware. Het kan niet zo zijn, althans niet in mijn beleving, kan niet zo zijn dat God de wereld heeft geschapen en heeft gezegd, nou, zoek het zelf verder maar uit. Dat is te makkelijk. Het is ook vrijblijvend, hè? Je hoeft verder helemaal niks.
als God van de wereld los is, hoef jij ook verder niks. Dat is een heerlijk beetje hetzelfde als de theorie van Darwin. Waarom vindt hij zo naar mijn smaak? Hè? Dat is allemaal mijn mening. De theorie van Darwin vindt zoveel aanhang. Waarom? Omdat het simpel is. Je kan het in één schemaatje vast. Je neemt een bacterie. Dan zie je langzamerhand die muis en de mens en de vis. En weet ik veel wat eruit. En de apen. En uiteindelijk komt er een rechtlopend mens uit voort. Heb je niet gezien zo'n schema? Ik kan je heel makkelijk voorstellen. De wereld is super eenvoudig. Ten tweede hoef je ook niks. Er is totaal vrijblijvend. Je hoeft helemaal niks. Er is geen God die jou mores, zeden, goede daden en slechte daden leert. Alles is toegestaan. Alles mag. Nou, het is een beetje die Griekse opvatting. En by the way, dat is de reden waarom Darwin zo populair is, naar mijn smaak. De theorie van Darwin, want er is niks bewezen. Net zoals, we kunnen God niet bewijzen, dat is waar. Ik kan ook niet bewijzen dat ik een ziel heb. Totaal, het allerbelangrijkste in mijn leven is mijn ziel. Maar dat kan ik nou net niet bewijzen. Het allerbelangrijkste leven in mijn leven is God, maar dat kan ik ook niet bewijzen. Alle belangrijke dingen in het leven kun je niet bewijzen. Dat er een hiernamaals bestaat, dat er een herleving der doden zal plaatsvinden, dat de Mashiach... Nou, al die dingen kunnen we allemaal niet bewijzen, maar het zijn wel de essentialia in ieder geval van ons leven, hoop ik. Goed, en dat zegt Don Yitzchak, nou het Rabbi Yitzchak Abarmanel, maar hij wordt altijd Don genoemd, omdat hij een beetje aan het hof een belangrijke positie had. En hij zegt dus dat Mishkan heeft een symbolisch doel, dat heiligdom. Het wil het Joodse volk ervan doordringen dat God tussen de mensen woont. En zich bezighoudt met de wereld. En in tegenstelling tot de Griekse opvatting, waar God slechts in de hemel woont en zich verder niet bemoeit met de aardse zaken. Yes, dat is Abarbanel. Een mooie symboliek. Een heel andere ingang heeft. Fout terug. Nee, nog eentje terug. Ja, de Kuzari. De Kuzari is geschreven, is een groot filosofisch werk. Het gaat over het verhaal van de koning van de Chazaren, die zich op een bepaald moment bekeerde tot het Jodendom. In zijn filosofische meesterwerk, de Kuzari, wijst Rabbi Yehuda Halevi op een ander aspect, een en laatste aspect, dat de Torah benadrukt dat Bezalel, dus de architect, en Moshe exact deden wat God hen had voorgeschreven. Ja, waarom is dat zo belangrijk om dat wederom te benadrukken? Omdat ja, in de relatie tussen God en mens, het is net zoals een radiootje. Toen ik klein was bouwde ik radio's, dat was toen heel modern. Tegenwoordig is het, ik weet niet meer wat het is tegenwoordig, maar goed. Dan moest je een transistor nemen, een diode. Toen ik bar mitzvah werd, zei een van de rabbijnen, zei een heel verhaal, een hele speech bouwde die je op die diode. Diode, weet je wel, een diode. En weerstanden, en nou... Hoop weerstand tegen religie, dat weet je, dat begrijp je natuurlijk. Dat werd dan zijn speech, dat heeft hij heel leuk gedaan. Hij bracht ook, interessant, uit de Talmud. De Talmud zegt, er is een engel wiens geluid je hoort van de ene kant van het universum naar de andere kant van het universum. Dat staat al 2000 jaar geleden opgetekend in de Talmud. En die engel heet Radio. Je gelooft het niet, maar het staat er echt. Reish Dalet Yud Alle Waaf Radio. Ja. En dit is die gedachte die ik al eerder bracht, namelijk dat wij ja, exact moeten doen als God iets zegt, dan moeten we dat ook exact doen. God zegt niet zoveel, ik weet niet of jullie is opgevallen, maar die Bijbel is maar heel klein. Het is een klein boek. Toen ik studeerde moest ik zo'n rij boeken lezen, maar de Bijbel is maar een heel klein boekje. Dus als God iets zegt, dan moeten we dat wel heel precies navolgen en ook koesteren. En dat is een beetje ook de Joodse godsdienstopvatting, schrijf ik hier. Wij kunnen God alleen kennen door God zelf. We kunnen geen eigen heiligdom maken met onze beperkt begrip. Wanneer we zelf een tempel zouden inrichten naar eigen inzicht, projecteren we alleen onze eigen gedachten op het goddelijke. En ja, God laat dat projecteren, hè? Want iedereen kan zijn eigen fantasieën projecteren op het opperwezen. Omdat het opperwezen zo ja, abstract is, is dat mogelijk. Maar dat is dan net niet de bedoeling van de godsdienst. God geeft ons de opdrachten via de Torah, zodat we ons met hem kunnen verbinden. Maar dan moeten we wel exact zijn. Wel exact doen wat hij zegt. Nou, dat vond ik allemaal leuke verklaringen, maar de klap op de vuurpijl vond ik deze. Nou, van Reb Simche Zissel uit Kelm, uit de 19e eeuw. Reb Simche Zissel die zegt, hoe kan dat dus, die heiligheid, hoe kan je dat concentreren op één plaats. Nee, dat is natuurlijk niet zo. De hele wereld is vol van Gods glorie. Maar hij zegt, dat heiligdom moet je als het ware zien als een instrument.
Deze ruimte, om het even een beetje begrijpelijk te maken. Deze ruimte zit vol met allerlei stralen, allerlei dingetjes. Bacteriën, die je absoluut niet kunt zien. Radiostralen, televisiestralen, infraroodstralen. Eindeloze hoop stralen zitten. Alleen we kunnen het niet zien. We kunnen het alleen wel zichtbaar maken met instrumenten. Als je een televisie hebt, heb je de televisiestralen kun je opvangen. Als je een radio hebt, kun je de radiostralen opvangen. Als je een vergrootglas hebt, kun je alle bacteriën zien over de hele wereld. Etcetera, etcetera. Er moeten instrumenten zijn om die dingen op te pakken. En dan kunnen ze ook inderdaad zien. Nou, dat zegt Reb Simche Zissel. Die zegt, kijk, onze wereld is inderdaad vervuld van het goddelijke. Maar omdat we zo beperkt zijn, kunnen we dat nauwelijks opvangen. En hij vergelijkt dus een beetje het Mikkadash, het heiligdom, met een reukzintuig. Gelijk het reukvermogen heel klein is, beperkt is tot onze neus. Desondanks kan het hele lichaam genieten van de geuren die dat reukzintuig oppakt. Dus die geuren die wij kunnen traceren met ons reukvermogen, die worden zichtbaar, voelbaar of ruikbaar voor het hele lichaam. En zo ook geldt het met, nou, de televisie heb ik u net al gebracht, maar ook heiligheid. Heiligheid in de wereld wordt gedetecteerd, wordt als het ware geconcentreerd, opgevangen en voelbaar gemaakt in dat Mikdash, in dat heiligdom. Dus op die manier, ik vond het een hele knappe, theorie van Reb Simche Zissel uit Kelm, dat het Mikdash nou een soort instrument was waarmee je die goddelijke stralingen kunt opvangen. Ik kan het een heel klein beetje misschien vergelijken met dus al die stralingen die sowieso door de wereld gaan, waar je allemaal heel specifieke instrumenten voor nodig hebt. Want wat heeft het programma van Paul de Leeuw te maken met de dioden en de transistors en de weerstanden en de draadjes die in die televisie zitten? Dat zijn dus heel, heel vreemde relaties. Je hebt dus een goed werkend apparaat nodig. Nou, dat moet aan heel veel eisen voldoen. Het moet heel strikt zijn. Als één draadje los zit, werkt het allemaal niet meer. Zie je, dat is een van de redenen waarom ik zo geloof in de striktheid van de Joodse wet. Dat je alles precies moet doen zoals het in de Joodse wet staat of in de Bijbel staat. Omdat het bijna te vergelijken is met zo'n radio of met zo'n televisie. Er moet maar één draadje los zitten of het werkt dan niet meer. Dus dat zou ook kunnen zijn in het Jodendom. Als wij dus bijvoorbeeld een mezuza schrijven op de deur, dan moeten al die letters moeten helemaal kloppen. En ik maak wel eens mee dat als er een letter niet klopt, dat nou net precies de ellende is die dat gezin meemaakt, die in dat huis woont. Dat is niet ondenkbaar, dat precies wordt weergegeven in die fijne motoriek, als ik dat zo mag zeggen, als een overdrachtelijke term, van de mitzvot, van de opdrachten die wij hebben. Dit was het. We gaan verder met het volgende stuk. Even heel snel, want ik heb tot 6:30 de tijd. Niet? Mag er even overheen. Dankjewel, meneer De Vreugd. Ja, we zijn iets later begonnen. Klopt. Wakka. Even kijken hier. De cherubijnen. De cherubijnen op de... Ja. Yes. Hoe kan het zijn, is de grote vraag natuurlijk. Hoe kan het zijn dat het allerheiligste twee engeltjes hebben staan, terwijl dat toch echt een heel duidelijk beeldverbod is. Beeldverbod is best heel streng. En niet alleen dat. Je mag heel duidelijk, staat echt heel duidelijk in de Torah, Elohe Zahav, gouden goddelijke wezens, mag je niet maken. En we doen het toch in het Allerheilige. Hoe kan dat? Ik geef je eerst een wat, kom tot de essentie een beetje aan het einde. Volgens Maimonides tonen de cherubijnen symbolisch aan dat de engelen inderdaad bestaan. Dus de engelen brengen als boodschappers woorden van God over aan de mensen en door engelen wordt profetie mogelijk. Nou, ik vind het een ontzettend belangrijk iets, want het betekent dus dat er contact is tussen God en mens. Dat betekent het gewoon. Dat er interactie is, en dat is natuurlijk voor een religieus mens is dat het allerbelangrijkste in zijn leven. Niet dat we standaard antwoord krijgen op onze vragen, op onze gebeden, maar er komt altijd wel iets van een antwoord. Er is wel een interactie, ook al zijn we niet meer in die tijden waar vroeger was die interactie veel sterker. Maar in ieder geval, er bestaan engelen, krachten die God met ons verbinden en ons met God verbinden. Dat is de betekenis van het begrip engelen, cherubijnen. Ik ga er zo meteen in op wat het woord betekent. Het woord cherubijn, dat ein is Nederlands, hè? Dat is niet in het Hebreeuws. Het is van Vondel, denk ik. Nou, om dit geloof te versterken, hij doet niks, heeft God opgedragen om de heilige arken met twee engelen te tooien. De ene cherubijn had een jongensgezicht en de andere dat van een meisje.
En dan ziet u in ons heiligdom staan de kinderen centraal. En dat is wel heel belangrijk. Een belangrijk gegeven in de Joodse opvoeding is dat het gaat om, niet om onze generatie, het gaat om de volgende generatie. Het gaat om de kinderen die we op de wereld zetten. Het voortdragen van het geloof, van de religie naar de volgende generatie. Dat is de essentie van het verhaal. En dat staat bij ons centraal en dat staat in het heiligdom helemaal middenin. De kindergezichten, die kindergezichten van de cherubijnen op de arken met de Torah, hè, in die arken zit de Torah, onderstreept het belang van onderwijs aan de jeugd. Vergeet dat niet, dat vergeten we altijd vreselijk onze gehaaste tijd. Maar het enige wat nog belangrijk is, uiterlijke dingen zijn, veel meer, veel geld, veel, alles veel. Uiteindelijk gaat het gewoon om het onderwijs aan de kinderen, om het doorgeven van de religie aan de volgende generatie. Als wij niet bouwen aan de volgende generatie, is er ook geen volgende generatie. Er hoeft maar één keer, één generatie niet religieus te worden opgevoed. En religie heeft daar heel veel, religie is voornamelijk traditie. Hè? Je kunt religie niet zien. Cultuur, mooie gebouwen, architectuur, mooie gedichten, kun je allemaal zien en zijn tastbaar, maar religie is heel weinig tastbaar. Dat moet van vader op zoon, van moeder op dochter en van leraar op leerling worden overgedragen. En anders gebeurt het niet. En daarom is dat zo belangrijk, dat onderwijs. Kijk maar even, dit is een bekend gegeven. De cherubijnen hadden de vorm van twee kleine kinderen die ongeschonden en onbezoedeld waren door zonde. Ze stonden op de arken met de stenen tafel en de Torahrol. En dat leert ons dat het hoogste mens ideaal verbondenheid is met de Torah. Het lijkt misschien gek, maar het enige instrument, om het zo maar te noemen, wat we hebben om ons met God te verbinden, en wat dus eigenlijk altijd, godzijdank, heeft, is blijven bestaan, ondanks alle verwoestingen, ondanks dat we die offerdienst niet meer hebben, ondanks dat we de tempel niet meer hebben, de tabernakel niet meer hebben, en de heilige arken niet meer hebben, maar de Torah is bij ons gebleven. De Torah wordt gezien als het verbindende element tussen mens en God. De Torah is voor iedereen bedoeld, dus iedereen kan zich op deze manier met God verbinden. Hoe dat werkt, kan ik u niet goed uitleggen, maar de Torah wordt de wijsheid van God genoemd. Als wij ons verbinden met de wijsheid van God, dan, en die wijsheid in ons opnemen en daar één mee worden, dan is dat eigenlijk een hele sterke band. De volgende uitleg. Waarom waren er twee cherubijnen? De volgende vraag. Waarom waren er twee cherubijnen? En dat heeft te maken met monotheïsme. Eén cherubijn was niet mogelijk, omdat men dan zou denken dat het beeld of een beeld van God zou zijn. Het feit dat er twee engelen stonden, duidt erop dat er meer engelen zijn, meer krachten zijn. Er zijn heel veel krachten in dit universum die ons verbinden, die God gebruikt om deze wereld, dit universum te leiden en te sturen. En die zijn er in grote hoeveelheden, zoals de Joodse traditie netjes beschrijft, hoeveel engelen er wel niet zijn. Maar het zijn allemaal krachten die langzamerhand door de wetenschap in deze wereld ontdekt worden. By the way, heeft dit ook een beetje te maken met de wezen van monotheïsme. Monotheïsme sluit afgoderij uit. Zodra je goddelijke of God voorstelt als iets materieels, dan moet zich dat splitsen in twee, goed en kwaad. En zodra je met meerdere goden te maken hebt, heb je natuurlijk te maken met vorm. Want God, onze Hashem Echad, God is één, betekent dat hij geen lichaam kan hebben. Want zodra die uit meerdere onderdelen bestaat, heb je dus afscheidingen. Heb je twee lichamen die zich moeten onderscheiden. Twee, ook al zijn het misschien alleen maar geestelijke lichamen, maar ook geest heeft een vorm. De Franse geest, de Engelse geest. Ook geest heeft vorm. En alles wat vorm heeft, en daarom zeggen we, je mag geen voorstelling van God maken. Alles wat vorm heeft, is beperkt. Die vorm heeft een afbakening. En dan moet er iets anders, daarbuiten is iets anders. Nou, dat kan in onze Hashem en God. God is één, is dat ondenkbaar. Meerdere goden veronderstellen ook al gauw iets van tweedeling, maar ook van mannelijk en vrouwelijk. Dat zie je bijvoorbeeld in de Griekse godenwereld heel sterk optreden. En er komt iets van functionaliteit. Functionaliteit betekent, die god is de god van het goede, die god is goed van het god van het kwade, et cetera. Er komen allerlei functies en functionaliteiten en functieverdelingen bij te pas. En dat is iets wat het Jodendom absoluut afwijst als het over God gaat, maar bij die engelen juist natuurlijk wel. En dat is die tweespalt, die tweedeling van die engelen. De volgende vraag, en dat is natuurlijk de essentiële vraag. Hey, even kijken wat staat hier.
Ja, hoe kan de Torah opdragen om engelen in het Allerheilige neer te zetten? Overtreden wij niet, gij zult geen enkel beeld en afbeelding maken, niet zodat het in de hemel boven of op de aarde beneden is. En met het in de hemel boven worden inderdaad specifiek de engelen bedoeld. Abravanel, we hebben hem al gezien in de 15e eeuw, uit Spanje, 16e eeuw, legt uit dat dit alleen verbiedt om beelden te maken om die beelden te dienen. Maar het tempelwerk en alle voorwerpen erin waren puur gericht op dat ene opperwezen. Engelen symboliseren dus de eeuwige band tussen mens en opperwezen. Dan hebben we de andere verklaring, een verklaring die ik ook erg mooi vond, dat de twee cherubijnen bescheidenheid symboliseren. Iedereen die spreekwoordelijk dan op de heilige arken staat en het volk, het Joodse volk als Talmid Chacham, als geleerde leidt, moet weten dat hij slechts het niveau heeft bereikt van jongelui die nog onvoldoende geleerd hebben. En daarom heet de geleerde bij ons ook Talmidei Chachamim, oftewel leerlingen van de wijze en geen geleerde zelf. Dit duidt erop dat we altijd moeten blijven leren, blijven leren, education permanent en spiritueel moeten blijven stijgen. Vond ik wel een erg mooie verklaring, want het geeft wel een van de essentialia aan van, van onze Joodse traditie. En dat is die education permanent. Je moet doorlopend blijven leren, doorlopend verder gaan. Ik heb wel eens boeken gelezen over mensen die terugkeerden uit de dood. En die zeggen dus twee dingen. Je moet goed zijn voor je medemens en je moet doorlopend blijven leren. Dat zeggen ze. Zij die een kijkje in de hemel hebben mogen nemen, komen met deze boodschap terug. Dat zijn de mensen die dus schijndood zijn geweest en terugkeren. Dan hebben we Rabbi Baruch Epstein, een van de grote geleerden die ik ook vaak bestudeer. Die stelt dat de cherubijnen een kindervorm hadden om Gods medelijden op te wekken. Als het Joodse volk zondigt, is de symbolische boodschap dat het gebeurde uit jeugdige baldadigheid, waarvoor het opperwezen hopelijk een beetje een oogje dichtknijpt. Ja. Het heeft ook te maken met liefde. Even de laatste. Nee, dat is te snel. Andere verklaren, dat komt uit de Talmud. Yoma, BT betekent Babylonische Talmud. Yoma gaat over de grote verzoendag. Toen de Joden op pelgrimstocht naar Jeruzalem kwamen, men het parochet, dus het gordijn voor het Allerheiligste, oprolde en de pelgrims de cherubijnen liet zien die naar elkaar gericht stonden. De Kohanim, de priesters, zeiden dan tegen het verzamelde volk: zie hoe geliefd jullie zijn bij God, zoals de liefde tussen man en vrouw. Want die op elkaar gerichte cherubijnen die benadrukten de wederzijdse liefdesband tussen het Joodse volk en God. En nu komt de laatste, en dat grijpt nog even terug naar dat gouden kalf, om even te laten zien. Nou, niks. Nou, ik lees hem even voor. Kabbalisten menen dat het gouden kalf vervaardigd werd naar analogie van de cherubijnen. Geroef in het Hebreeuws betekent kindergezicht. En cherubijnen, die uitgang is echt een Nederlands, denk van Vondel of zo, misschien al voor Vondel. Kabbalisten zeggen dus dat gouden kalf werd vervaardigd naar analogie van de cherubijnen in het Allerheiligste. Ze wisten dat de cherubijnen daar als symbool van de band tussen hoger en lager stonden. Het beeld van het gouden kalf was dus niet zozeer een uiting van godsontkenning. Het is eigenlijk meer, als je goed kijkt in de Torah-tekst, dat het Joodse volk een leider nodig had. Ze zeiden: deze man Mozes is verdwenen, laten we een leider maken. Want het woord Elohim of Elohim betekent ook rechter, betekent ook leider, betekent ook God. Het heeft veel verschillende betekenissen. Ze zeiden: laten we ons een Elohim maken. Maar dat betekent, kan ook betekenen, een vervanger van Mozes. Dus het was niet echt afgoderij. Het is een beetje angst van een volk wat 210 jaar geen zelfstandigheid had gekend. Het probleem met het gouden kalf school eerder in het feit dat ze iets wilden concretiseren dat niet in grove aardse vormen gestalte mocht krijgen, vervaardigd naar menselijke voorstellingen en ideeën. En dit is uiteindelijk mijn boodschap. De vraag was: ja, waarom herbouwen we niet die derde tempel? Dat proefde ik althans een klein beetje. Waarom wordt die derde tempel niet herbouwd? Het antwoord is dat wij voor de herbouw van de derde tempel, even nog afgezien van de hele politieke situatie natuurlijk, dat is bijna onmogelijk daar op Tempelberg een tempel te bouwen. Er wordt zelfs ontkend dat wij er ooit geweest zijn. Maar goed. Maar de essentie is dat wij moeten wachten op een teken van God uit de hemel. Dat hij wil dat die tempel
gebouwd wordt, dat de tijd rijp is. We zijn altijd veel te snel in onze jeugdige overhaast om dingen concreet te willen maken die nog niet geconcretiseerd kunnen worden. En dat is eigenlijk mijn boodschap aan u, dat wij op dit moment die derde tempel niet kunnen bouwen, want we wachten nog steeds op het teken van boven. Ik dank u voor uw aandacht en ik hoop dat het heeft bijgedragen aan uw begrip van een en ander.